Vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers werden er een aantal vragen gesteld aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Er werd gevraagd wat de bewindsman vindt van de werkwijze van de politie nadat de politie het bevel kreeg van de voorzitter van het parlement Marine Spee om NDP-parlementariër Melvin Bouva uit het parlement te zetten. Ten aanzien van uw vraag, kijk, er zijn regels. Overal zijn er regels, toch? En de leiding van de Nationale Assemblée, die de vergadering leidt, ook daar moet er orde worden gesteld. En als er assistentie wordt gevraagd van de politie, van de sterke arm, om de orde te helpen handhaven, dan moet de politie dat doen. Zo werkt de politie. En de politie heeft procedures, heeft protocollen waarmee er opgetreden wordt. En precies die protocollen zijn gevolgd om in dit geval de DNA-lid Bouva buiten te zetten. Dus het is geheel volgens procedures gegaan. Dus dat heb ik u al uitgelegd, hè? Er is een procedure vastgesteld en daarin word je getraind als politieambtenaar hoe je een ordeverstoorder moet begeleiden naar buiten. Als die persoon verzet pleegt, dan zal je dat verzet moeten breken. Dus dat is allemaal geregeld en naar mijn inziens is dat volgens boekje gegaan.